Hoi, leuk dat je weer kijkt en welkom op het kanaal van The Make-up Spot. In deze video laat ik je hele mooie liquid lipsticks zien van The Balm. Dat zijn de vrij nieuwe liplekkers eigenlijk van The Balm, zoals ik al zei. Ik kende The Balm eigenlijk niet heel erg lang. Ik kende het eigenlijk wel, maar ik had het een tijdje niet geprobeerd. En ik denk dat ik sinds vorig jaar eigenlijk helemaal verkocht ben op het merk. Het is zo mooi en ik heb nog heel veel producten liggen van The Balm. Onder andere mijn favoriete highlighter, de Mary Lou Manhattan. Dat is echt een super, super mooi highlighter. En deze keer vind ik het dus ook extra leuk om de lipproducten van hun te testen. En, oh, mijn haar zit zo raar. En, dat zijn dus deze. Het zijn er vrij veel. En de vorige keer heb je van mij, als het goed is, een video gezien waarin ik de Milani lipsticks aan het swatchen was. En ik vind zelf, heb ik ook toen in die video verteld, dat het heel fijn om die swatches live te zien. Zodat je precies weet hoe de kleur uitpakt. Want op de foto kan er toch net even iets anders overkomen. En je kunt meteen goed zien of ze gepigmenteerd zijn, of ze longlasting zijn en of ze wel echt heel goed mat zijn. Drogen ze uit? Ja, nee. Dat ga ik allemaal behandelen in deze video. Dus ik ga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liquid liplekkers testen van The Balm. Zo, ik heb even iets ingezoomd zodat je het beter kan zien. Ik begin met deze kleur. Ik zal hem even dichterbij laten zien. Het is een beetje een bruin roze kleur. Doet me ook een beetje denken aan de lipstick van MAC Faux. Ze voelen heel erg, dat kan ik meteen al vertellen, een beetje aan als een soort mousse. Sommige liquid lipsticks voelen een beetje aan als een soort van nagellak. En dat is bij dit niet het geval. Het is heel erg makkelijk aan te brengen. En het voelt heel zacht. Ik heb ze wel eens eerder gebruikt en ik vind ze zelf heel erg fijn. Natuurlijk is een matte lipstick wel even wennen in het begin. Maar het voelt absoluut niet heel droog aan of iets dergelijks. Je kan altijd nog een lippenbalsem eroverheen doen als je dat wel fijn vindt. Dan ga ik naar een iets donkere kleur en dit is Charming. En dit is een beetje dezelfde kleur en dan iets donkerder. Ik raad je trouwens wel aan om bij deze liquid lipsticks een lipliner te gebruiken, want dan kan je nog net even preciezer werken. Maar ik vind de kleur ook wel heel erg mooi en dit doet me echt een beetje denken aan Kylie Jenner, want die heeft altijd een beetje van dit soort mooie kleuren. En deze vind ik ook wel heel erg mooi. Dit is een hele mooie roze tint. Een hele frisse kleur vind ik zelf. Dit is de kleur Chiffon Rouge. Is het Frans? Ik zet het er sowieso bij. Het is veel makkelijker. De kleur is een beetje, ik heb het niet perfect aangebracht, want ik gebruik natuurlijk geen lipliner. En dit is een beetje een frambozen rood-roze kleur. Een beetje ertussenin. Dus als je iets opvallende kleur wil dan roze, maar toch iets minder dan rood. En dan is dit natuurlijk de perfecte kleur. En dit is Sentimental. Nou, dit is echt een beetje voor de persik lovers onder ons. Een hele, echt een opvallende oranje, fruitig sinaasappelkleur. Ik vind dit altijd heel erg mooi staan bij vrouwen die bijvoorbeeld rood haar hebben van zichzelf en alles een beetje in deze tinten hebben, de kleding, de make-up, het haar. Dan vind ik dit altijd wel heel erg mysterieus staan, denk ik. En ik vind het echt een hele mooie kleur. Dit is Honest. Dit voelt een beetje alsof ik in Halloween sferen kom, een beetje vampire-ish. Het ziet er trouwens op de video, zie ik, er iets meer oranje uit dan in het echt. Hij lijkt meer roodachtig. Hij neigt meer naar rood. In de video lijkt het alsof het meer naar oranje neigt. En dit is de kleur Loyal. Dus dit is wel een hele mooie kleur. Hij zit een beetje overal tussenin. Hij is echt best wel heel erg mooi eigenlijk. Vind ik zelf. En dat was het Loyal. Deze is iets feller, heb ik het idee. Lijkt wel heel erg op Loyal. Dit is Devoted. En deze is iets meer zwoeler nog, denk ik. Ook een hele mooie kleur. En eigenlijk alles wat ik tot nu toe van The Balm heb getest,
vind ik eigenlijk allemaal goed. Ik kan niet zo snel iets bedenken waarvan ik dacht van, oh, dit vind ik minder. Dus ja, deze lipsticks zijn me absoluut niet teleur. Dit is dus Devo Lit. Nou, let niet op die vlek hier. Maar dat komt telkens van het eraf halen en dan weer het aanbrengen. En ze zijn ook nog eens mat en super gepigmenteerd. En omdat ze meteen eigenlijk soort van blijven stikken op je lippen, is het natuurlijk heel moeilijk om het af te krijgen. Maar ja, dat is alleen maar positief, want dan betekent dat het gewoon longlasting is. Dit is een wat, ja, hier hou ik dus heel erg van. Dit doet me denken aan ja, een soort Rihanna-achtige lipkleur. Het had voor mij zelfs nog dieper gemogen, nog donkerder gemogen eigenlijk. Maar dat kun je natuurlijk zelf ook allemaal doen met een lippotlood. Ze gebruiken zelfs, als je zo'n lipkleur gebruikt, gebruiken ze zelf ook nog wel eens een zwart oogpotlood. Om de zijkanten goed donker mee te maken en vervolgens deze kleur eroverheen. Dus dat is wel een tip voor als je echt met je vampire-ish zwoele lippen wil hebben. Heel erg mooi met bijvoorbeeld een super simpel witte jurk. En ja, nogmaals, ik vind de kleuren echt super mooi. Ik zal even vertellen welke kleur dit nog is. Dit is Adoring. Ik vind ze stuk voor stuk echt prachtig. En ik ben er ook heel blij dat ik dit aan mijn collectie mag toevoegen. Ik gebruik ze regelmatig. Vooral omdat Committed natuurlijk een vrij dagelijks kleurtje is, geef ik hem heel vaak op. En ja, de wat donkere versie, de typisch Kylie Jenner, heb ik ook heel vaak op. Deze had ik eerlijk gezegd nog niet opgedaan. Dus ik vind deze echt heel erg mooi. Moet je wel even goed aanbrengen met de lipliner, maar daar kijken we even overheen. Al deze mooie liquid lipsticks zijn te bestellen via themakeupspot.nl. Alle kleuren zet ik nogmaals hieronder, inclusief prijs. Dan weet je een beetje waar je aan toe bent en waar je het kunt bestellen. Maar ik ben al heel blij dat we de balm überhaupt in Nederland kunnen bestellen. En niet torenhoge verzendkosten en douanekosten en dat soort dingen hoeven te betalen. Dus de balm, je bent een topper, blijf zo doorgaan. En ik hoop op meer mooie producten. Mijn handen zitten erom. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en dat jullie wat aan hebben gehad. Mocht je nog leuke video's willen zien of leuke ideeën hebben voor video's, meld het dan hieronder. Want Lilian en ik proberen zo goed mogelijk aan jullie wensen te voldoen. En nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop dat ik jullie snel weer zie. Doei!